We zijn hier vandaag met onze zeven in de binnenspeeltuin De Deugeniet. En voor onze spelers is dat een namiddag superveel fun maken met elkaar. Heel veel bewegen. Maar voor ons zit daar iets meer achter. Vandaag krijgen spelers de kans om superveel te bewegen. Dingen te ontdekken zonder dat dat door ons opgelegd wordt. En waar vandaag plezier, beweging en ontdekken elkaar kruisen, daar ligt voor ons de grootste leerwinst. We zijn hier inderdaad in de speeltuin. Het is helemaal niets anders dan op een veld te staan met een bal. Maar je ziet wel de beweging dat de jongens hier uitvoeren, het spelen, het springen, dat dat allemaal heel belangrijk is. En dat de club toch wel inziet dat dat ook belangrijk is voor de ontwikkeling van die kinderen. Enerzijds proberen we vooral te zorgen dat jongens heel veel bewegingsplezier hebben. We zorgen dat ze spelenderwijs in contact komen met verschillende zaken. Wat ons eigenlijk onder andere brengt op trainen op verschillende ondergronden. Maar voor mij is het grote voordeel hiervan de kwaliteit in de begeleiding. De kwaliteit in begeleiding die we hier brengen, dat is waar echt het verschil maakt. En voor mij zijn dat trainers enerzijds met een heel grote passie voor het voetbal, maar eigenlijk ook met een hart voor kinderen. En dat is voor mij iets heel belangrijk en dat zie je hier ook. Als je scoort, ben je blij, boos of verdrietig? Ja. Blij. Oké, super. De kinderen van 6 hebben emoties, voelen die heel duidelijk. En wij willen dat zij een podium hebben, niet alleen om een technische en fysieke eigenschappen om te zetten in vaardigheden, maar ook gewoon om hier vooral vanuit een zeer groot welbevinden graag te zijn. En als we willen dat ze met ons praten, dan moeten ze ook kunnen benoemen wat ze voelen. En daar dienen eigenlijk vooral die, wat we dan noemen, mental workshops voor. En je ziet op de training kinderen in een 1-tegen-1 situatie. Dat is natuurlijk de basis om ze vaardig te krijgen en om ze te laten voetballen vanuit het duel. En dat is vanaf de zijkant natuurlijk ook belangrijk dat we dat toelaten. En dan zie je dat we ze daarna ontwikkelen naar overtal situaties uitspelen 2-tegen-1, 3-tegen-2. Om uiteindelijk in het 5-tegen-5 te eindigen, de stap te maken naar het 8-tegen-8. En zo uiteindelijk straks aan te komen binnen het 11-tegen-11. Dus van goed bewegen zonder bal, naar goed bewegen en vaardig zijn met de bal. Dat is eigenlijk de leerlijn die de basis is van het U7-verhaal.